Goedenavond allemaal. Weliswaar wat later dan aangegeven, maar wij gaan nu toch echt met de O-ronde beginnen. En we starten met opening en mededeling. De vergadering is hierbij geopend. Zijn er mededelingen? Niet? Dan zijn we bij agenda punt 2, dat is vaststelling van de agenda. Waarbij ik aan de raad graag het volgende zou willen voorleggen. We hebben als twee meningsvormende punten het benoemen van de plaatsvervangende leden en leden van de Ombudscommissie en het intrekken van de verordening Sociaal Cultureel Fonds. En de vraag aan de raad is, heeft u er bezwaar tegen om, of het nou hamerstukken of bespreekstukken worden, om deze stukken over te hevelen naar de 27e augustus in plaats van volgende week? Wat dan meteen als prettige consequentie heeft dat er volgende week geen raadsvergadering is. Dus dat u vrij heeft. Ik denk wat een geweldig idee, zie? Voorzitter. Ik wist al dat het op brede bijval kon rekenen. Voorzitter, ik ben dol op een vrije avond, ik stem voor. Ik neem aan dat iedereen voor is. Ik kan er niet op tegen zijn, voorzitter. Goed zo. Dan gaan we dat zo doen. Maar dan betekent dus inderdaad dat de volgende week geen raadsvergadering is, ook geen O-ronde. En dat de punten die we vanavond behandelen op de agenda komen van 27 augustus, waar nu alleen een oriënterende ronde gepland staat, maar waar dan ook een raadsvergadering aan toegevoegd wordt. Goed. Dan zijn we bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. Er heeft zich voor nu niemand gemeld. Dat blijft zo. Dan zijn we meteen bij het bespreekpunt, het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van de Ombudscommissie. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Rodermond, meneer Geesink en meneer Schuurman. Meneer Schuurman, ik begin bij u. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ons opvalt, dat dit al op 1 januari is gespeeld. Wat is de reden dat het nu pas aan de orde is? En de tweede vraag die al gekoppeld is, dat de hele commissie in 1 keer weg is. Waarom is dat niet in, bijvoorbeeld in ieder de helft? Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Het voorstel lezende viel ons precies hetzelfde op als wat meneer Schuurman aanhaalt. En daarnaast nog iets. De leden van de Ombudscommissie zijn allen, zover mijn inschatting dat toelaat, blanke mannen. Dat gun ik ze van harte. Echter zou ik graag willen oproepen voor het vervolg van deze Ombudscommissie om wat meer oog te hebben voor diversiteit in een dergelijke commissie. En ik wil graag hierop een reactie van de portefeuillehouder. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rodermond. Meneer Geesink. De raad dient de leden van de Ombudscommissie te herbenoemen. Ik vraag me even af op welke informatie wij krijgen. Waar kunnen wij ons oordeel op vellen? Welke informatievoorziening? Om tot het functioneren van deze leden over te gaan. Dank u wel. Meneer Gelling. Doei. Voorzitter, de vragen zijn gesteld. Dank u wel. Heel goed. Dan kijk ik even achter mij. Dank u wel, voorzitter. De herbenoeming van de commissie die voorligt, de Ombudscommissie. We hebben een eigen Ombudscommissie als gemeente Hardenberg. Er zijn ook gemeenten in de provincie Overijssel die kiezen voor aansluiting bij de provinciale Ombudscommissie of zelfs de nationale Ombudsman. En deze commissie moest herbenoemd worden al per 1 januari. Dat is correct, dat staat ook in het voorstel. Ja, en het is een pure omissie waarom dat nu pas is gebeurd. De enige verklaring die ik daarvoor zou kunnen geven is dat er ook eigenlijk geen zaken, acute zaken aan de orde zijn geweest. Ook het afgelopen jaar niet. Dat er ook geen verslag is verschenen. Ik zal niet zeggen het is een commissie in rusten. Maar er zijn niet veel werkzaamheden voor deze commissie. Terwijl er voldoende bekendheid en rugbaarheid aan wordt gegeven. Maar er wordt weinig gebruik gemaakt van de diensten van deze commissie. Overigens zien we dat ook bij andere commissies in andere gemeenten redelijk vergelijkbaar is. De herbenoeming, ja, die zit zo in de regeling zoals we die kennen. Er is een verordening op de Ombudscommissie en die houden we aan. En dat betekent dat er dus nu dit jaar sprake is van een herbenoeming.
Er vinden geen gesprekken plaats. Ik kan zeggen, de commissie functioneert naar behoren, maar met zo weinig zaken is dat nauwelijks te controleren, zeg maar. Het zijn overigens wel mensen die meerdere functies bekleden, ook bij andere gemeenten, en daar dus wel ervaring in hebben. Ja, en ik ben het met D66 eens, voorzitter, dat ik heb ook geconstateerd dat het een eenzijdig samengesteld gezelschap is. Ik zal geen kenmerken noemen van de mensen, maar ik ben het absoluut met u eens. En ik denk dat het goed is om daar, als deze herbenoeming heeft plaatsgevonden voor de volgende ronde, dat we daar naar kijken. En dat geldt ook voor, de wijze waarop aan- en aftreden. Eigenlijk zou je een soort rooster moeten hebben van aan- en aftreden. Dus die twee punten wil ik mee terugnemen. Dat is ook een toezegging aan uw raad, dat doe ik met plezier. Om die twee punten zeg maar voor een volgende keer bij u voorzitter aan de orde te brengen. Ja. Mag ik nog even een aanvullende vraag stellen? Ja, maar nu bekruipt eerlijk gezegd naar aanleiding van het punt in de raadsvergadering van zojuist. Als u mij toestaat, even een gedachtenlijn. Wat we nu zien is dat we bij de ontwikkeling van beleid her en der wat ontevreden inwoners zien die zich genoodzaakt voelen om her en der naar de Raad van State toe te gaan om te proberen daar hun gelijk te halen aangaande het beleid wat wij voorstaan. Als je beziet dat wij een ombudscommissie hebben die, zo blijkt uit de beantwoording van de portefeuillehouder, niet veel werk heeft gedaan in de afgelopen maanden, waardoor we ze misschien wel vergeten zijn om te hebben noemen, dan zou je kunnen zeggen van misschien moeten we daar wat meer gas op geven, zodat mensen wat sneller daar terechtkomen met hun klachten rondom het beleid wat wij voorstaan, voordat we de rechtsgang ingaan. Is dat iets wat we zouden moeten bepleiten? Of ik zie al nee knikken. Nee, voorzitter. Dat zijn twee dingen die absoluut niet bij elkaar horen. De rechtsgang staat voor iedereen open en die moet ook vooral gevolgd worden. Als het gaat om een onheuse bejegening bijvoorbeeld, dan zou je bij de ombudscommissie terecht kunnen komen. Dat is al een vrij consistente lijn die we in de gemeente Hardenberg hebben. Daar wordt heel weinig gebruik van gemaakt. En wat ik u ook al zei, dat is ook in meerdere gemeenten zo, maar dat geldt ook zeker voor de gemeente Hardenberg. Ik denk dat het wel goed is om, waar dat kan, maar dat gebeurt ook met enige regelmaat, om dat kenbaar te maken, dat we een ombudscommissie hebben waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar in de praktijk, en dat is ook wel weer een meetpunt, zeg maar, wordt daar heel weinig gebruik van gemaakt. Akkoord. Duidelijk. Ik neem aan geen tweede termijn en ik neem aan hamerstuk. Mooi. Agenda punt 5, dat is intrekken verordening Sociaal Cultureel Fonds. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Van der Veen. U bent de enige, mevrouw Van der Veen. Ga uw gang. Ik zal het kort houden, jongens. We willen vast graag straks naar huis toe. Vanuit de ChristenUnie mooi dat dit speelt. Het is eigenlijk ook niet heel spannend. Maar we hadden nog wel twee vragen aan de wethouder, voorzitter. En een van die twee vragen is dat we bij het raadsvoorstel niet de subsidieregeling zagen zitten. En we zouden eigenlijk wethouder willen vragen of ze ons via de actieve informatieplicht de subsidieregeling zou willen toesturen op het moment dat die bekend is. En we waren ook heel benieuwd of wethouder heel kort iets kan vertellen over wat precies bedoeld wordt met de staffeling. Mevrouw Luiten. Voorzitter, dank u wel. De vragen zijn eenvoudig te beantwoorden. De subsidieregeling die wordt door het college vastgesteld en dan automatisch in de actieve informatieplicht naar de raad gezonden. Ook dat wilden we voor de volgende vergadering doen. Alleen die is nu naar eind augustus uitgesteld. Maar zodra die er is, sturen we hem vanzelf op. En de staffeling waar u naar verwijst, dat betekent dat als u 120 of 130% van het minimumloon verdient, dan betalen wij niet 100% van de kosten. Dus als u wat meer verdient, dan krijgt u een kleinere bijdrage. Zit u echt helemaal aan de onderkant, dan betalen we bijvoorbeeld de hele contributie of tot een maximum uiteraard. Die zijn verder niet zo veranderd, alleen het gaat ons om dat we het iets hebben opgetrokken. Maar ja, goed, het principe is als u meer verdient, dan krijgt u een kleinere bijdrage. Dat was het. Dank u wel. Ik denk dat ook hiervoor geldt.
geen tweede termijn en een hamerstuk. Mooi. Nou, dan zijn we bij de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Ook niet. Dan sluit ik de vergadering. Dank ik u voor uw aandacht en een fijne avond. En iedereen een fijne vakantie, voorzitter. Sluit ik me bij aan, inderdaad. Iedereen een fijne vakantie.